Goeiedag, we kunnen terugkijken op een rustige en droge verkiezingsdag. En de komende dagen zal de temperatuur zich gaan gedragen als een jojo. Donderdag wordt het een stuk warmer, maar vrijdag weer beduidend frisser. Dan gaan we echt merken, de temperatuur die gaat heen en weer. En dan ja, een zaterdag, dan krijgen we weer te maken met regen. De dag is vandaag ja, mooi en rustig begonnen. Vrije wolkenvelden ook, boven Rotterdam. Ondertussen is de koningswesp alweer uit zijn winterslaap gekomen. En ja, prachtige velden met krokussen te bewonderen in onze eigen regio. Nou, de komende nacht dan hebben we te maken met weinig bewolking. Er kan een mistbank ontstaan. Landinwaarts koelt het af naar een graad of twee in de polders. Heel misschien lokaal een graadje vorst aan de grond. En er zou een mistbankje kunnen ontstaan. Nou, de donderdag kunnen we genieten van een fraaie dag met volop zon. Hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt 13 graden vlak aan zee. 16 graden landinwaarts. Nou, dat is genieten geblazen bij een matige zuidwestenwind. Een windkracht 3. In de nacht naar vrijdag een vrijdagochtend passeert een zwakke storing. Het is een koufrontje, misschien een spatje regen. Daarna breekt af en toe de zon weer door. Maar ja, de temperatuur gaat gevoelig naar beneden. Vrijdagmiddag nog maar 9 graden. Dat bij een matige tot vrij krachtige westenwind. In de loop van vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend valt de regen. Zaterdagmiddag moet het droger gaan worden. Het wordt dan 11 graden. Waait dan een matige tot krachtige westenwind. Ja, en ook op zondag valt er nu en dan wat regen of een enkele bui bij een graad of 12 en aan zee een krachtige westenwind, een windkracht 6. Begin volgende week blijft het licht wisselvallig weer, maar op maandag lijkt het droog te blijven met af en toe zon en in de temperatuur komt dan nog maar weinig verandering. Ik wens je een fijne dag en graag tot de volgende keer.